Václav. Václav Smil. Die Tsjechen die hebben mooie namen altijd. Maar hij is Amerikaan geworden. Het is een beetje een moeilijke man. Maar hij is econoom, of hij is econoom, landbouwkundige. Econoom, chemicus. Wat dan? De linkerstoel is voor jou. Pardon. Ja. Dik de rechter. Dank je. Ik hoop niet dat dat jullie politieke voorkeur is. Blijven we niet gelijk in strijd. Veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Kijkers, welkom bij Studio Weltschmerz, ons witte decor. Mijn gast is vandaag Rosanne Herzberger. Ze heeft een boek geschreven, Ode aan de E-nummers. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ze heeft ook weer een affaire ontketend, want daar heeft ze kennelijk patent op, over dumpertreten. Daar gaan we ook nog iets over zeggen. Dat valt niet te missen, moeten we ook nog even doen. Maar eerst eens even naar die Ode aan de E-nummers. Rosanne, dit boek is nu 2 maanden uit, denk ik. Je hebt alle reacties gezien. Ja. Denk je dat mensen het gelezen hebben? Oh, ik hoop het. Ik hoop het. Ik bedoel, hoeveel boeken hebben we niet in de kast staan die je maar half leest? Vooral het laatste hoofdstuk dat ik denk, zelf leg ik een boek wel eens half weg of na 3/4. En dan denk ik, dat laatste hoofdstuk, daar zit ook nog heel veel liefde en energie in. En ik hoop gewoon ontzettend dat mensen het lezen. Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik hoop dat het... Ik heb goede reacties gekregen. Ook mensen die foto's maken van het boek. Met zichzelf dan? Zo'n selfie? Nou, nee. Gewoon van de tekst. En dat is altijd een enorm compliment. Ook als mensen een foto maken van je column in de krant. En dan nu als ze een foto maken van Alinea. Ja, dit is echt goed. Zo van, dit moeten we lezen. Ja, vooral aan het eind van hoofdstuk 1 zit een soort van... We gaan niet dood aan kleurstoffen, we gaan niet dood aan E-nummers, we gaan niet dood aan conserveermiddelen. We gaan dood, en daar zit een soort grand finale van mijn betoog in. Dus daar maken mensen dan foto's van, dat vind ik wel heel mooi. Uiteindelijk is het echt een slecht idee om een boek te schrijven, Dick. Want het zijn 5500 boeken nu, vierde druk. Hoeveel uren zit hierin? Er zit misschien wel een jaar in. Een jaar? Ja. Ik heb jou voor het eerst ontmoet. Nee, we hadden elkaar al een keer eerder ontmoet. Maar je sprak over dit boek, ik denk 3 jaar geleden. Ja. Zo lang ben je er al mee bezig? Ja, ik ben er al sinds ik Life Science and Technology in Delft ging studeren. Sindsdien ben ik er mee bezig. En ik ben ergens tegen het einde van mijn masterstage, heb ik tegen professor Jaap Pronk gezegd, de gistprofessor van in Delft, heb ik gezegd, ik wil graag iets met voedsel doen, want ik ben geïnteresseerd in... hoe ons vakgebied, microbiologie, maar ook biochemie, hoe dat een toepassing heeft in voedsel. En toen heb ik stage gelopen bij het Nestlé. Bij Nestlé? Ja, Nestlé in Zwitserland. Ja, en daar gaan je ogen echt open. Dat je gewoon mensen, een fysicus die bezig is met dubbele emulsies. Dus met belletjes in belletjes, zodat je een romige ijs hebt. Wat nog wel dat romige gevoel heeft, maar toch... Die vetbubbeltjes, daar zit alleen maar water in. Dus je kan een low-fat ice cream maken, die dan nog wel een creamy gevoel heeft. Nou, je kunt een illusie van eten maken, zeggen andere mensen dan. Bij slow food zeggen ze, dan eet je een illusie. En jij wordt er lyrisch van. Nou, ik vond het gewoon interessant hoe mensen waarmee ik gestudeerd zou kunnen hebben, en ook mensen waarmee ik gestudeerd heb, hoe die aan voedsel werken. En aan voedsel wat uiteindelijk als ambachtelijk in de winkel komt te liggen. Mensen die bij Christian Hansen werken, die cultures maken voor de voedingsmiddelenindustrie, voor fermentatie, voor alle gefermenteerde voedselproducten. Yoghurt, kaas, worstjes, er is zoveel koffie, olijven zijn ook gefermenteerd. Die kijken en die zeggen, oh, wil jij een beetje grotere belletjes in jouw gouda? Of wil je een beetje grotere belletjes in je kaas? Dan krijg jij deze stam in plaats van deze stam, want het citraatmetabolisme is daar anders. En ja, dat zijn mensen die op een hele technische manier naar voedsel kijken. En dat vond ik zo interessant. Fascinerend dus wat je allemaal kunt doen als je snapt hoe het werkt. Dan kun je je eten maken zoals je het had willen hebben. Ja, dan kan je het engineeren. Je wordt ook lyrisch van de KitKat. Ik vond dat een hele mooie passage. Dus dan wordt er in VV of ergens daar in Zwitserland... Ja, maar VV zit hoofdkantoor, ja. Dat zit daar om de hoek. Ja. Daar wordt dus een jaar aan gewerkt. En dan zeg je, met nu nog lekkerder. Ja. En het is echt waar, schrijf je. Ja. Het is echt waar, dat heb je ontdekt. De KitKat, als jij kan bepalen, als jij kan besluiten als manager, gaan we 1 miljoen uitgeven aan marketing of aan R&D voor de KitKat, dan is marketing, weegt nog steeds zwaarder. Maar dat is zo'n
vlaggenschip van Nestlé, KitKat. En dan, dat ligt dan een beetje bij de super, in de supermarkt kan je voor 1 euro zo'n KitKat kopen. Maar daar is een enorme hoeveelheid geld en energie en nog steeds moeten het hele goedkope ingrediënten zijn. En is het vooral reproduceerbaarheid of tenminste het moet altijd dezelfde kwaliteit zijn. Kan je nog een beetje aan dat wafeltje wat erin zit, kan je nog een beetje sleutelen zodat het beter past bij de praline of bij de chocolade die er omheen zit. Ja, dat vind ik interessant. Is de fascinatie van iemand die snapt hoe chemie werkt en hoe je dat kunt toepassen in technologie. Maar gaat dat boek daar nou over? Dus ik heb het goed gelezen en ergens zo rond pagina 100, dat is denk ik pagina 92, ontdek ik waar het boek over gaat. Ik denk dus dat mensen het boek helemaal niet gelezen hebben. Oh, dat is wel jammer. Volgens mij had je het boek ook kunnen noemen Pleidooi voor duurzaam eten. Ja, maar dan val ik een beetje van in slaap als het zo had gegeten. Precies, dan had het boek niet verkocht. Nee. Maar stel nou dat, dat je die titel had gegeven, dan had je tot 2 drukken gekomen, misschien maar tot 1. Zou het dan heel anders ontvangen zijn? Ja, ik denk het wel. Maar het gaat niet alleen maar over duurzaam eten. Ik ben het daar niet mee eens dat het daarover gaat. Waar gaat het boek over voor jou? De eerste 2 hoofdstukken gaan over E-nummers en over toxicologie. Het hele tweede hoofdstuk gaat over toxicologie. Dus hoe bepaal je nou of iets veilig is of niet? Nou, dat is best natte vingerwerk. Ik vind dat interessant. Met heel veel proefdieren, waarbij je proefdieren een 100 keer zo grote concentratie geeft. En dan kijkt, god, wat doet zo'n spulletje met een muis? Dus ik ben het niet met je eens dat het alleen maar over duurzaamheid gaat. Maar duurzaamheid is wel, er zitten er zijn 2 dingen die ik belangrijk vind. Dat is gezondheid en duurzaamheid. En ik denk dat technologie en chemie kan worden ingezet om voedsel duurzamer en gezonder te maken. Op pagina 10, hè, want ik dacht, ik ga het eens heel goed lezen hoor. Ik heb het heel goed gelezen. Zeg je, eigenlijk gaat dit fijn, boek... Yes. Gaat, be like Dick. Hij leest het echt goed. Wat een enorme... Ja. Het is de strijd tegen klimaatverandering en obesitas. Dat zijn eigenlijk jouw motieven om dit boek te schrijven. En dan zeg je, en ik strijd tegen de technofobie. Tegen de angst voor technologie. Ja. Tegen het ontontwikkelen. Ja, en het ontontdekken. Het ontontdekken, ja. Het tegengaan van, van de ontwikkeling. Dus, en eigenlijk grote uitvindingen bij het oud vuil zetten. Op een hele makkelijke manier ook. Dus ik denk dat in de jaren 60 en 70 een aantal hele grote uitvindingen, belangrijke uitvindingen zijn gedaan, die ik de afgelopen tijd heel makkelijk aan de kant zien worden geschoven. En daar maak ik me zorgen over. Omdat ik niet weet of we... Zeker in de voedselsector zie ik niet de vervangingen daarvan. En als de belangrijkste innovatie binnen voedselbedrijven is dat ze een E-nummer vervangen voor een ingrediënt dat geen E-nummer heeft, maar wel precies hetzelfde doet, dat vind ik echt een non-innovatie. Dus ook in de microbiologie heb je ook... Een voorbeeld daarvan is dat snijbietensap in de worst. En dat wordt ook in ham gebruikt. Hè? Dus dan gebruik je groentenat, want dat bevat nitraat. Dat weet iedereen, hè? Groente bevat een nitraat. Ja, en dat weet niet iedereen. Dat weet niet iedereen. Groenten bevatten meer nitraat dan andere, Maar vervolgens wordt dat dus nitriet. En dan heb je ook, hoe heet dat E-nummer, nitriet? E249 of E250. En die haal je dan dus uit de groente in plaats van als een E-nummer. En dat vind jij een vorm van ontdekken? Ja. Nou, er is... Ont-technologiseren. En waarom is dat erg? Een non-innovatie vind ik dat. Dus een innovatie die een innovatie lijkt, maar dat niet is. En de microbiologie wordt daar ook voor ingezet. Hè? Aroma's bijvoorbeeld. Vanilline kunnen we heel makkelijk gewoon in een chemisch proces maken. Het enige, en dat wordt nu door een gistcel of een bacterie te kloneren. Dus die hele productie van vanilline zet je in het genoom of op plasmides in zo'n bacterie of een gistcel. En dan maak je het biologisch, of dan maak je het in een fermentor in plaats van in een reactor. Hè? Dus maak je het met microbiologie in plaats van met chemie. En dat heet het natuurlijk aroma. Ja. En dan denk je, wat is dit nou, wat hebben we nu helemaal bereikt? Het enige, misschien is het voordeel dat het bij een lage temperatuur, hè, microbiologie is altijd zachter voor de planeet dan de temperaturen zijn lager, de oplosmiddelen zijn minder heftig. Water namelijk. Maar dus dat is misschien mooi, maar uiteindelijk is het marketing. Vind je het een vorm van misleiding? Ja, zonder twijfel. Clean label vind ik een vorm van misleiding. Als Europa heeft gezegd, wij willen op een of andere manier communiceren
aan eindgebruikers wat er met hun voedsel is gebeurd. En als jij E249 of E250 op jouw worstje ziet staan, dan weet je, goed, daar is iets aan toegevoegd. Dat zou je kunnen opzoeken. Er is iets aan toegevoegd om het te conserveren, om Clostridium in zijn hoek te houden. En nu staat er op snijbiet of snijbietensap. En dan denk je, god, groente. Er zit groente in mijn worstje. En het is dus bijna onmogelijk om erachter te komen dat ter conservering is. Dat is om het te conserveren. En hetzelfde geldt voor gistextract. Gistextract wordt toegevoegd als smaakversterker en als E621. Nee, ja, dat is glutamaat. Ja. Maar dat is chemisch geproduceerd of misschien microbiologisch. En glutamaat kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in zoutreductie. Of in ieder geval, ik hoor mensen die recepten, die aan receptuur werken, hoor ik zeggen, oh, als ik een snufje glutamaat erin mag doen, dan kan ik 30% zout reduceren. Dus al die, en wat je nu krijgt is dat we dus allerlei grotere doelen willen bereiken. Bijvoorbeeld we willen voedsel gezonder maken, we willen voedsel duurzamer maken. Maar daarbij kunnen we niet dat hele arsenaal van technologie of van chemie gebruiken, want dat heeft een E-nummer en dat wil de consument niet. Nou, dat vind ik misleiding. Niet alleen misleiding, maar dat vind ik ook echt ontwikkeling. En daar gaat dus dit boek over. Je zorg over het niet meer toepassen van kennis. En het niet meer toepassen van kennis om beter te eten. Ja. Duurzamer te eten. Exact. Minder dik te worden, minder ongezond te worden. Exact. En als je nou kijkt naar de ontvangst van het boek door de critici. Ja. Hebben die boodschap begrepen? Ja, dan hangt er vanaf wie je critici noemt. Heb je als een twitteraar zegt, ik hoop dat je kinderen stikken in de chemokuur als ze kanker krijgen om wat jij ze gevoerd hebben. Die heb je gehad? Zeker, zeker. Ja, er zijn mensen die worden heel boos. En op internet wordt alles gezegd. Dus ja, nee, die hebben het waarschijnlijk niet gelezen. Er zijn ook een aantal kookschrijvers die alleen maar over de ophef over het boek schrijven. Of alleen maar bijvoorbeeld een recensie van een interview. Dat is bizar. Noem eens voorbeelden van interviews waarvan je dacht, die hebben het echt niet gelezen. Nou, nee, die interviewers waren wel goed. Maar recensies of reacties van min of meer bekende mensen die je hebt gezien. Ja, dus uit de culihoek, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat kan ik even niet. Ik weet dat eventjes niet. Heb je niet paraat? Uit mijn hoofd, nee. Er zijn een aantal reacties geweest waarvan ik denk, nee, dit gaat alleen maar over het interview waarin ik een aantal dingen heb gezegd en je hebt het boek niet gelezen. Dus bijvoorbeeld, Follow the Money. Dat filmpje bij van de Volkskrant. Van de Volkskrant, ja. Dat heeft het nogal gedaan, hè? Daar pak je dat boekje van. Dan pak je dat boekje van Gouget aan en je gaat dan staan voor de kant-en-klaar maaltijden van Albert Heijn. Ja. En dan zeg je, dit is nou helemaal mijn droom. Ja. Nou, daarmee had je het dus gedaan. Ja. Had je dat ook zo moeten doen? Want deed dat recht aan het boek? Ja, zeker. Want in het boek zit een van de hoofdstukken. Gaat over koken. En koken is een soort van een oplossing voor alles. Hè. Als je de kookschrijvers wilt geloven, als je de bloggers wilt geloven, dan is koken, ja, als je een goed leven wil leiden, dan kook je je eigen voedsel from scratch. Dan ga je ook alles zelf snijden en dan ga je alles zelf bereiden en ga je eigen bouillon trekken. Er staan de gekste dingen in kookboeken. En ik hou niet van koken en ik vraag me af of Nederlanders echt van koken houden. En ik denk dat Nederlanders echt van koken houden, maar alleen maar op hele zeldzame momenten. Want we gaan steeds minder koken, we schrijven er steeds meer over. En zoals mijn motto is, het is meestal dinsdagavond. De meeste avonden zijn door de weekse avonden en dan hebben mensen weinig tijd en weinig zin om uitgebreid te gaan staan koken. Dus het is een beetje van tweeën één. Op zaterdag trekt misschien wel de man des huizes alles uit de kast en kookt een uitgebreid recept uit een kookboek. En is daar dan ook heel trots op. Maar op woensdag of op dinsdag moet er gewoon voedsel op tafel komen dat eetbaar is. Misschien ook nog wel een beetje lekker en voedzaam is. En dus ik wil het hebben over waar mensen de meeste tijd mee kwijt zijn. En wat de vraag die ik stelde, is dat nou per se ongezond als je niet zelf kookt en het blijkt dat het niets uitmaakt. En je antwoord daarop is heel helder. Ja. Daar kan ook niemand wat mee oneens zijn. Want je zegt, eet, uiteindelijk kom je tot de conclusie, hè?
Mm-hmm. Eet 's avonds met dat gezin aan tafel, vooral groenten. Ja. Het klinkt bijna als pollen. En ja, ik zeg daar zo direct nog iets over. Klinkt bijna als pollen. En ja, dan denk als je, Michael Pollen, de voedings... Je moet even zeggen wie ik zal uitleggen wie Michael Pollen is. Ja. Nee, want Michael Pollen neem je nogal op de hak. Michael Pollen is de Amerikaan die een pleidooi voor echt eten schreef. Hè, dus hij schrijft ook wel goede dingen hoor, die Michael Pollen. Maar je zegt dan, ja, het is natuurlijk een oplossing voor alles. Hè. Het lost wereldvrede op. Het brengt je weer in contact met jezelf, met de aarde. Met je zoon. Met je zoon, met je kinderen. Ik wist niet waar ik naartoe moest in mijn leven. En toen ging ik alles zelf koken en fermenteren en braden. En toen was mijn leven compleet. Ja, we hebben voedsel heilig gemaakt. Althans, die culies hebben een bepaald soort heiligheid die sociologisch en van alles en nog wat moet oplossen. Ja. En dan kom jij uiteindelijk, eigenlijk, tot exact dezelfde oplossing. Eet gewoon met dat gezin aan tafel en doe daar niet zo moeilijk over. Het maakt niet uit of je het zelf maakt of dat je het hebt gekocht. Als je maar matigt. Wil dat je het zelf maakt. Ja, precies. Ja, en dat is jouw verschil. Ja, exact. Je hoeft het niet zelf te maken, want het kan uitstekend gemaakt worden. Ja. Nou, en als je dat dus ziet, hè, dan denk je, goh, waar zou nou al die ophef vandaan zijn gekomen? Wat doet die Rosanne, die altijd heel lekker prikt en altijd anders? Want jij hebt bijvoorbeeld ook de Green Happiness meisjes gesteund, herinner ik mij uit een column. Nou, deed je dat? Ja, ik heb wel het hele eerste deel van die column gaat over de onzin van Green Happiness. Ja. Alleen al zoiets als de menstruatie van een kip. Het ei is de menstruatie van een kip. Dan snap je echt iets heel fundamenteels niet aan de biologie. Want het ei is de ovulatie van een kip. Dus dat vond ik gewoon heel grappig. En er zaten een aantal andere dingen in. Bijvoorbeeld, waar ze dan wel wetenschappelijk bewijs voor brengen. Dus bijvoorbeeld dat je je mond moest spoelen met olie of zo. En dat dat goed zou zijn voor je tanden. Nou, en dan linken ze dus naar een wetenschappelijk paper. Dus dan doen ze net alsof alsof dat allemaal heel evidence-based is. En dat is een Nigeriaans onderzoek waarbij, weet ik veel wat. Geen controlegroep, geen controle of daadwerkelijk het protocol zo werd gevolgd. Maar toch steun je ze aan het einde van de rit? Ik steun ze uiteindelijk omdat voedsel is natuurlijk... niemand eet evidence-based. Er zit zo'n groot deel religie en cultuur. En voedsel is veel meer dan biochemie en engineering alleen, uiteraard. Ik bedoel, en dat voorbeeld geef ik zelf ook altijd. Ik eet geen varkensvlees. Vanwege Torah, vanwege wat er in de Bijbel staat. Niet omdat varkensvlees toxines in je lever doet ophopen. Maar uiteindelijk, dus het is leuk als dingen evidence-based zijn. Het is leuk als het wetenschappelijk onderbouwd is. Maar wat nog leuker is, is als het goed is voor de planeet. Want dat is echt een probleem. En als Green Happiness het lukt, als een van de weinigen om een hele hoop mensen ineens veganistisch zelfs, te laten eten, te laten afvallen. Iets wat diëtisten en wetenschappers al jaren roepen. Jongens, jullie moeten minder vlees eten. Dat is goed voor de planeet. Jullie moeten anders eten, want dat is goed voor jullie gezondheid. En die vrouwen, die krijgen het gewoon bijna achteloos voor elkaar. Dus daar heiligt dus het doel de middelen. Ja, de planeet kan wel wat green happiness gebruiken. En wat ik daar ook zeg, is dat religie uit... Ik zag in een vorig filmpje van Weltschmerz, zag ik jou zeggen, de voedingswetenschap, die lukt het niet om een gedragsverandering tot stand te brengen. En de wetenschap is gewoon heel slecht daarin. Het is heel slecht om te zeggen, jongens, hier is de data, ga nu volledig anders leven. Kijk maar naar roken. Hè. We wisten al lang dat roken zorgt echt voor dat je longkanker krijgt en hartstikke doodgaat. Maar mensen stoppen niet met roken. Pas als het duur wordt, pas als er echt grote beleidsmaatregelen komen. En een soort cultuuromslag, zoals bijvoorbeeld je mag niet meer roken in de horeca. Dan pas gaan mensen hun gedrag aanpassen. Ik denk dat religie een andere reden is waarom mensen hun gedrag aanpassen. Bijvoorbeeld Indiërs. Ik denk dat de planeet, wij met z'n allen, het hindoeïsme op onze blote knietjes mogen danken dat er 800 miljoen Indiërs volgens mij geen rundvlees eten. Dat zou een ramp zijn als die mensen niet religieus waren, niet geloofden dat de koeien heilig waren. Dus waarom mensen precies besluiten om gezonder te leven of om een leven te leiden wat beter is voor het klimaat en voor de planeet, duurzamer. Dat maakt me eigenlijk uiteindelijk niet zoveel uit. Ik vind het leuk als het onderbouwd is door wetenschap, maar ik snap het ook als dat niet. Geloof mag ook en jij eet ook geen varkensvlees dus. Ondanks het feit dat je zo rationeel bent. Ja, en nu eet ik dus ook geen rundvlees meer. En dat is, ik weet ook niet of dat nou echt op de data, of de data me nou echt daartoe hebben doen. De data? Nou, gewoon de cijfers. De gegevens. De gegevens. Dus, want voor een kilo rundvlees heb je 10 keer zoveel voer nodig als voor een kilo kip. Exact.
Kip is een geweldige eiwitmachine. Dus je eet kip? Dus ik eet kip. Eet je plofkip? Ja. Ja, want die is eigenlijk het meest duurzaam. Ja. En dan ga je niet voor de dierenwelzijn. Nou ja, ik heb daar wel ook wat over gelezen. Hoe maak jij die afweging? Nou, dierenwelzijn, ik vind dat nu, dat wordt nu wel belangrijker voor mij. Maar ik vind er zit heel veel onzin in dierenwelzijn. Het probleem is dat bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, die heeft het de hele tijd over megastallen. En dan denk ik, zou het nou echt een probleem zijn voor een kip met hoeveel die in een stal zit? Of heeft die echt door dat die onderdeel is van een industriële... Dus dierenwelzijn is één ding. Hoe ga je met... Dat zijn aantallen, maar bij kip speelt iets heel anders. Hè? De ene kip, die krijg je dus groot in... Ja, die groeien heel snel. In minder dan 6 weken en die andere in 12 weken. Ja, dat zijn weken. Kuikens en ja, dat weet ik. En dat is een heel ander ras, hè? Dat is dus ja, dat weet ik. Hun hele poten zijn anders. Ja, maar dus ik bij heb kip een... maakt dat wat uit. Ja, dat begrijp ik ook, ja. Dus dat moet misschien ook uiteindelijk. Ik heb me hier niet echt... Uiteindelijk gaat het hier niet echt over. Dat is een van de onderwerpen die ik heb laten liggen, hoor, dierenwelzijn. Maar wat ik interessant vind is... Dierenwelzijn vind ik vind het belangrijk. Je mag niet dieren mishandelen. Je moet goed zorgen voor dieren. En als het echt zo is dat bepaalde rassen gewoon per definitie meer lijden, dan is het geen goed idee om dat te eten. Ik ben misschien over een paar jaar, als wij hier zitten, dan eet ik ook geen kip meer. Toch leuk, even als een filosofisch voorbeeld. Het is ook een filosofisch voorbeeld trouwens. Het is een professor in Nederland, Bas Haring heet hij. Mm-hmm. Filosoof, een beetje hij maakt filosofie populair. Ja. En die zegt dus ook, stel je nou voor dat we zombiekippen maken. Dus ja. we maken eigenlijk een brainless chicken. Een kip zonder, letterlijk zonder kop, hij zit er nog op. Ja. Dus dat lijf dat groeit. Mag je dan wel als plofkip, zou je dan voor de plofkip kiezen? Jij? Inderdaad. Ja, ik weet dat niet. Ik moet dat zien. Kijk, een heel groot deel ervan, ik vind dat ook interessant. Ik bedoel, daar gaan kweekvlees en dierenrassenontwikkeling een beetje richting elkaar toe. Hè? Nou, wat we hier beschrijven is natuurlijk eigenlijk, want dit is een pleidooi voor technologie vanuit wetenschap. Ja. Green happiness, zeg je, ach, als het doel de middelen heiligt, dan mag het best. Ja. Je kunt ook zeggen, eigenlijk moeten we weer technofiel worden. Ja. Technoreligieus worden, mag je ook zeggen. En als je het nou over zo'n plofkip hebt die koploos wordt, dan opeens is er geen religie meer. Dan moet je zelf besluiten wat je wilt. Ja, inderdaad. Dus daarom zit ik je daar vast te pinnen. Ja. Hoe ga jij daar nou mee om? Wat ik interessant vind is een heel groot... Nee, geef eens antwoord. Nou, als je als persoon kijkt naar, dus bijvoorbeeld die bio-industrie. Als je in een slachthuis... Of van die varkens die dan allemaal gewoon mechanisch vergast wordt. Nee, ik heb alle filmpjes van Vion en Varkens in Nood bekeken. En ik heb ook de nare filmpjes uit Vlaanderen gezien. En dan ben ik heel blij dat ik geen varkensvlees eet en dat ik daar niet in ieder geval meedoe. Maar wat ik interessant vind is, wanneer gaat het over dierenwelzijn? Dus wij kijken nu weer heel erg... Laten we zeggen, bijna wetenschappelijk naar dierenwelzijn. Dus van, ja, waar zitten die neuronen? Kunnen we pijn meten? Kunnen we kijken hoe vaak infecties voorkomen? We gaan weer in de tabelletjes zitten kijken. Terwijl wat ik denk dat de grotere vraag is, hoe willen wij als mensheid omgaan met dieren? Wat vinden we, het is ook een beetje decorumverlies of zo als mensheid. Als je gewoon zo'n bio-industrie waar het maar aan de lopende band die varkens... Er zit geen respect meer voor het dier. Okay. En dat is, ik denk dat dat een belangrijker drijfkracht is waarom mensen zeggen, die megastallen, dat moet niet. Het gaat volgens mij helemaal niet over het dier zelf. Het gaat over hoe wij als mensheid vinden dat we met dieren moeten omgaan. Duidelijk. Dan heeft dat dier er helemaal niet zoveel last van. Dus dat die kip zonder kop heeft nergens last van. Nee. En inderdaad, en toch vinden we dat dan niet lekker voelen. En daar zeg je dus ook van, het gaat om respect. Het gaat om wat wij willen. Ja. Ja, toevallig komt er vandaag een rapport uit van Wakker Dier, waarin staat dat we eigenlijk helemaal niet weten of een kip pijn lijdt. Nee. Dus ook, ik weet dat je daar niet zo heel veel van weet. Maar kippen, dat zijn er een heleboel. Hè? Dus een koe, dan heb je meteen zeg maar 800 kilo of zo. Maar ja, je hebt maar 2 kilo kip. Ja. Dus je moet 400 beesten doodmaken in plaats van één. Hè? Ja. En hoe gaan die beesten in een krat met kapotte vleugels en zo? Hè? Dus kip, poe! Ja. Dus jij eet geen kip?
Nou, dat zou een reden zijn om inderdaad... Maar jij eet wel kip. Op kip te letten. Ja, ik eet dus zeer bewust die trage groeiende kippen. Ja, omdat ik weet dat die een heel ander gestel hebben. Ja. Bovendien, ik vind ze ook een beetje lekkerder, want ze zijn een beetje steviger. Maar goed, een beetje minder kip en meer inderdaad loopkip en varken en En wat vind je van kip? Nou, zalm moeten we maar een andere keer over hebben. Maar zalm, nee, dat is nog helemaal ingewikkeld. Dat is weer een heel ander verhaal. Kunnen we nog heel even over de zaden hebben, dat vind ik zo leuk. Ja, in dit boek heb je het, eigenlijk is het dus een pleidooi voor technofilie. Ja. Niet ontdekken. Ja. Ontdekken, niet ontwikkelen, maar doorgaan, weer snappen. Weer snappen dat dat eigenlijk de essentie is van wat mensen nou één keer gedaan hebben in hun geloof in vooruitgang. Hè? Want dat is wat je doet. Ja. Dus eigenlijk zet je een soort techno-geloof neer. Ja. We kunnen niet anders. En dan beschrijf je hoe eten verwerkt wordt, hoe het geconserveerd wordt. En dat mensen ook gewoon eens weten wat er gebeurt. Ja. En dan ga je dus hebben inderdaad over genetica, gentech, ook zo'n zwaar onderwerp. Ja. En zeg je, ach Monsanto, jongens, doe daar nou niet zo moeilijk over. Die zaden, die ook klassiek veredeld kunnen worden, doe daar niet zo moeilijk over. Ook niet echt klassiek hoor. En uiteindelijk zeg je dus, omarm nou die wereld. Wat wil jij vertellen inderdaad over die zaden? Want dat is nogal een onderwerp. En zaden, en gecombineerd met kunstmest. Bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ja. En uiteindelijk kom jij tot een punt, wat denk ik ook niemand gezien heeft, ik heb tenminste er niemand over gehoord, dan zeg je, god die macht. Hoe zit het daar nou eigenlijk mee? Dan ben je heel kritisch. Ja, niet iedereen schrijft alles op wat hij leest hoor. Dus jij zegt dat niemand mijn boek heeft gelezen, maar ik denk dat ze mensen wel degelijk... Misschien lezen ze het niet op de manier waarop jij wil dat mensen het lezen. Ze hebben het niet in omloop gebracht. Zou best kunnen. Wat de grootste verrassing voor mij in het onderzoek naar dit boek is dat mensen zeggen altijd, nee, ik koop mijn tomatensaus niet in een potje, ik kook het zelf uit de verse tomaten, want dan weet ik in ieder geval wat erin gaat. En toen ik die zadenveredelaars ging vragen, en dat kwam eigenlijk door een studiegenoot van mij, een bioinformaticus, die bij Bejo Zaden in Warmenhuizen ging werken, marktleider, uienzaad onder andere. En die zei, oh mensen, we hebben geen idee wat erin gaat. Wat er in onze supermarkt ligt zijn F1 hybrides, die volledig gevoed zijn met kunstmest. Dat ook nog eens. Elk stikstof, of tenminste, bijna elk stikstofatoompje wat in zo'n tomaat zit, is door middel van de grote industriële ammoniaproductie daarin gekomen, dankzij Haber-Bosch. En zaden, dus het embryootje. Dus Albert Heijn vindt het, of supermarkten vinden het leuk om heel veel telers in beeld te brengen. Waar komt jouw voedsel vandaan? En dan zoomen ze terug, dan laten ze het filmpje teruglopen en dan zie je zo'n vrolijke teler met zijn kroppen sla of met zijn bloemkolen. Alsof het zo uit de natuur komt. Inderdaad, maar die teler die heeft embryootjes gekocht. Dus die teler is alleen de baarmoeder. Die teler heeft kleine embryootjes, embryo bloemkooltjes gekocht, een embryo spinazie gekocht bij Monsanto, Bayer, Rijkswaan, Bayer. Dus die supermarkten Syngenta. Misleiden als we het gesprek eigenlijk weer daar oppakken. Ja, ik vind dat ook misleiding, want er zit een enorme technologie achter de. Dus als jij een potje regenboogtomaatjes koopt met rood en geel en oranje. Dan die genen, er is één gen wat voor kleur codeert in tomaat. Dat is door de mutagenese tot stand gekomen. Er zit allemaal DNA-markertechnologie achter. De uien die zijn met protoplastfusie en embryo rescue. Dus daar zit een hele wereld van bioinformatica en van biotechnologie achter. Ook als het geen gentech is. Dus dat potje gekleurde tomaten is eigenlijk gewoon allemaal bewerkt voedsel. Zeker, vind ik wel. En dat is geen technologie om bang voor te zijn. En dat is niets om te zeggen, bah, ik wil... Nee, maar mensen ontdekken het nu wel. Nou, ik hoop dat ze dat... Nou, daar ben ik soms wel een beetje bang voor van, oh jee, ik zal het toch niet... Doordat ik het benoem, dat ik het gewoon eens benoem wat zo'n tomaat eigenlijk is. Dat ik daarmee mensen richting de onrendabele... Of tenminste, de tomatenstuur met minder rendement en waar meer bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Er zijn dus mensen die inmiddels zaden uit oude lijnen willen hebben. Hè? Ja, en dat weet ik.
Wat vind je daar nou van? En ook even nieuws wat wij als Foodlog brachten dit weekend. Mm. Er is dus nu een feedlot, biologische melkboerderij in Amerika, mm-hmm. ontmaskerd door de Washington Post. Want die levert aan Walmart, de grootste supermarkt ter wereld. Ja, denk ik dan logisch, want die lui die kopen in bij één bedrijf, want dan weten ze tenminste wat ze hebben. Dus dit ga je krijgen. Ja. Dat betekent dus, en daar wil ik graag je reactie op, want ook jouw Nestlé is nu aan het ontnummeren. Het is niet mijn Nestlé, hè? Nee, maar je hebt er gewerkt vroeger, hè? Dus nee, ik heb er ook niet gewerkt. Oh nee, je hebt er onderzoek gedaan. Ik heb er een paar maanden stage gelopen en zij hebben mijn promotieonderzoek bekostigd. Kijk, ja. Maar iedereen is aan het ont-e-nummeren. Ja. Supermarkt ont-e-nummeren. En je ziet dus, biologisch moet groter worden, want het is dus een enorme hype die we creëren, die niet waar is. Hè? Het is een façade, omdat we het publiek niet durven te vertellen, u leeft in een technologische wereld. Ja. Daar hebben we het eigenlijk over. Er is over. Geen natuurlijk. Er is Elke geen natuurlijk keer als meer. Iemand zegt, nee, dit is natuurlijk, dan mag je me heel hard uitlachen. Er is geen natuurlijk meer. Ja. En als er natuurlijk is, dan is het alleen maar omdat we met heel veel wetten en regels hebben gezegd, nee, hier blijven we even van af. En dan nog is het geregisseerd. Ken jij dat liedje nog van Frans Halsema en Jenny Arian? Vluchten kan vast niet meer. Oh ja, vluchten kan niet meer. Die, ja. Juist. Ja. Maar eigenlijk is dat wat uit jouw boek naar voren komt. Vluchten kan niet meer en nee. Omarm het. Ja, je moet mee. Want die zaden en die kunstmest, of tenminste in ieder geval die zaadtechnologie, die zorgt er wel voor dat we veel minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. En dat we veel meer rendement kunnen houden uit dezelfde hectare landbouwgrond. En dat zijn dingen die je moet willen. Je moet die richting op willen. Je moet en als dat mensen toejuichen. Dat nou niet willen, een hele grote groep mensen willen dat niet, want dat zie je. Klanten dus van supermarkten zie je een andere keuze maken. Daarom ja. maken zij die keuzes. Moeten we daar ons zorgen over maken? Ja, zeker als jij in een miljoenenstad woont en zegt ik wil local food op een biologische manier geteeld, dan ben je gewoon een klootzak. Dan ben je gewoon een egoïst die zegt, want een miljoenenstad als New York kan niet bestaan als het local food biologisch moet zijn. Je kan dan die hele stad niet. Je kan niet in het centrum van een miljoenenstad wonen. Zo kan je niet leven. Of tenminste, je kan wel zo leven, maar dan mag je 10 mensen aanwijzen die dan weg moeten. Die dan gewoon van de aardbodem moeten verdwijnen. Dus ik vind dat je moet kijken. Ik pleit voor realisme. Kijk om je heen. Kijk hoe de wereld functioneert. En realiseer je welke technologie en welke chemie er nodig is om die voedselproductie zo te organiseren. Rosanne, dank je. Dit is heel helder. De hele foodie trend is eigenlijk een trend die klootzakken heeft gecreëerd. Dat is weer een duidelijke, typische, de prikkende Rosanne Herzberger uitspraak. Nog even iets anders. Je hebt niet alle foodies zijn klootzakken, hè? Nog even. Als je moet goed luisteren wat de quote is. Als je in het centrum van de miljoenenstad woont en je wil local biologisch voedsel eten, dan ben je een klootzak. Die nuance laat ik je graag. Even iets anders. Ja. Jij zet altijd lekker dingen aan. Je prikt. En ja. In de aanloop naar dit gesprek gaf jij een hele. Zei je me ooit iets heel bijzonders? Ik wil mijn lezers teleurstellen. Ja. Mij spreekt zo'n zinnetje enorm aan. Want eigenlijk zeg je daarmee. Nou ja, wat bedoel je daarmee? Leg het eens uit. Nou, mensen denken snel dat als je het een keer met ze eens bent, of als mensen heel hard applaudisseren en denken, yes, jij zegt nu wat ik al heel lang wil zeggen. En dan jou omarmen als, er worden grote woorden gebruikt, maar Rosanne Herzberger is een heldin, staat er dan op Twitter. En dan 2 weken later, en dat gebeurde bijvoorbeeld met dit boek, waar een aantal pro-technologie mensen ook vooral aan de rechterkant van het spectrum zeggen dit. En eindelijk moeten al die bioboertjes en die kruidenvrouwtjes een keer ontmaskerd worden en zo. Dus die waren heel blij daarmee. En dan een paar weken later schrijf ik negatief over Geen Stijl. En sterker nog, ik kijk wie er daar adverteert. En ik noem een aantal adverteerders bij de naam. En dat is de afgelopen week gebeurd. En dan stel je ze teleur. Want dan denken die mensen, maar jij hoorde toch bij ons? Jij hoorde toch bij ons? Dus dat is mijn doel om. Ik hoef ze niet per se iedereen. Nou, ik wil het uiteindelijk wel. Want ik wil laten zien dat. Ik wil volledig onafhankelijk blijven. Dus ik wil niet opgeslokt worden door één groep of onderdeel worden van één kudde. En ik schreef afgelopen weekend ook over Andreas Bunier. Een schrijfster die gewoon telkens. Ja. De mevrouw van de zwembadmentaliteit. Ja, inderdaad.
Ja, en zij bijvoorbeeld, zij was bijvoorbeeld op seksueel of op gender of whatever. Ze was trans en ze was feminist en zo. En daarna kwam de euthanasiewetgeving, omdat dat debat werd gevoerd. En daarin was zij fel tegen die euthanasiewetgeving. Dus je kan het op één onderwerp met mensen eens zijn en dan het andere onderwerp volledig met mensen oneens zijn. Als feminist hoef je niet per se voor uitbreiding van de abortuswetgeving te zijn. Dat soort meningen hoef je niet per se te adopteren. Als je het ene vindt, hoef je niet per se het andere te vinden. En die package deal van meningen, daar wil ik me erg tegen verzetten. En ik wil zo onafhankelijk mogelijk blijven denken en schrijven. En mensen teleurstellen. En dan moet je mensen teleurstellen. En als ik mensen teleurstel, dan zeggen ze: hé, ze was toch voor één nummers, daar was ik ook voor. En nu is ze tegen geen stijl. Maar dat vind ik heel leuk. Dat vind ik prachtig als mensen daar verdrietig over zijn. Het moet schuren. Ja, zeker. Moet schuren, dan blijft het denken. En nou even, dus inderdaad wat je hebt losgemaakt. Hè? Je schreef een column over geen stijl, naar aanleiding van Fox. Want daar zat een meneer die nam alleen maar vrouwen aan als ze leuke billen hadden. Ja. Is gevallen. Want dat was niet het enige. Het was niet houdbaar. Nee, er gebeurde heel veel meer. Mm-hmm. En toen maakte hij iets los. De leukste column die ik daarover heb gezien staat in HP De Tijd. Daar zei iemand: ik heb helemaal geen probleem met het objectiveren van mijn lichaam. Maar ik vind het wel een beetje kut, zullen we maar zeggen, als daar een ander geld mee gaat verdienen. Dat was Stella Bergsma. Ja. En gisteren was er in Buitenhof een heel gesprek van er moest opgetreden worden en weet ik wat, want er moest wat aan gedaan worden. Ja. Scheiden onze wegen dus ook wel weer een beetje. Ja, ja precies. Dat wil ik ook even scherp krijgen. Je werd beschuldigd door iemand van RTL. Dat heb ik bij Paul gezien. Dat je de persvrijheid aan banden zou leggen. Omdat je heel bewust bezig zou zijn om adverteerders weg te halen bij Geen Stijl. Ja. Eigenlijk denk ik dat jij zegt, daar heb ik me helemaal niet mee bezig gehouden. Ik schrijf gewoon, ik vind dit niet oké, want ik wil inderdaad niet dat er aan mijn lijf geld verdiend wordt. Mm-hmm. En de rest, ja, u zoekt het maar uit. Klopt dat? En hoe kijk jij dan gistermiddag tegen dat gesprek in Buitenhof aan? Want daar moet opeens weer een moraalridder ingevlogen worden. Ja, en volgens mij zeg jij, laten we daar over na blijven denken. Ik vond het interessant en wat opviel was, als jij een adverteerder bij Geen Stijl of bij Dumpert.nl bij naam noemt, over het algemeen, of tenminste de helft van de gevallen, rent hij dan weg. Dan zegt hij, staat mijn naam hierbij? En als je het dan even expliciet maakt bij wat voor opmerkingen en bij wat voor vrouwenvernedering, maar ook racisme, waar, als jouw naam daar verschijnt, wil je dat? En wil je daaraan meebetalen? Nou, dat moet. En jij stelt alleen maar die vraag. Ik stel alleen maar die vraag. En de hashtag was ook wie betaalt Dumpert reten. En daarna was er misschien een hashtag wie betaalt Dumpert en wie betaalt Bart Nijman. Want dat was een van de schrijvers dus die een vrouw, een foto van een vrouw en daar een leger van potloodventers. Wil je mee doen? Ja. Ja, inderdaad. Wil je haar doen? Wil je haar doen? Zonder dat zij hier daar om vroeg. Het is dus zeer ongewenst. En waarbij een hele hoop hele seksuele en hele expliciete uitleg van mannen volgde. Ik denk dat het mannen zijn. Maar waarbij ze haar echt probeerden te raken. Echt probeerden. Je ziet ook aan die comments dat ze echt hun best hebben gedaan om de allervieste en allervernederendste teksten daarop te schrijven. Alleen maar omdat zij mij steunde. Nou, aanvankelijk was het helemaal niet het idee om een campagne te beginnen of een gezamenlijk opiniestuk. Maar toen ik dat schreef en die adverteerder bij naam noemde en die zei daadwerkelijk, daar willen wij niet mee geassocieerd worden. Ja, dat is hun probleem. En ik denk dat dat blootlegt. Kijk, als jij een adverteerder van NRC bij naam noemt en zegt, hé, waarom sta jij bij NRC? Dan zegt hij, wat is er verkeerd? Dus wat dat blootlegt, denk ik, is dat. Ja, ik schrijf een stukje. Ik heb niet een enorme campagne begonnen. Ik heb één duwtje gegeven tegen Geen Stijl en Dumpert. En meteen vallen daar 10 adverteerders uit de boom. Dus dan zit daar toch wel wat mis. En wat er mis zit, denk ik, is dat zij content produceren of content maken die heel niche is, die heel racistisch is, die op televisie nooit zou kunnen bijvoorbeeld, of in het echte leven, of echt in een parallele werkelijkheid van het internet waar je zo met mensen kan omgaan. Maar uiteindelijk aan de andere kant zijn ze wel mainstream aan het vullen.
Dus het wordt betaald met hele mainstream adverteerders. Nou, en daar wringt iets. Dus als je dat een keertje benoemt, nou, dan gaat het mis daar. Ja, dan moet je niet boos op mij worden dat ik een stukje heb geschreven. Dus het was ook wel een heel kwetsbaar geheel kennelijk. Dat, gaat het eigenlijk niet net als bij, bij dierenwelzijn over de vraag... Hoe willen we eigenlijk met elkaar omgaan? En is dus die discussie die gisteren plaatsvond bij Buitenhof een hele belachelijke? Want het gaat gewoon over de moraal in onszelf. En het is dus hartstikke hypocriet dat die adverteerders nu opeens bedenken... Oh god, willen we daar wel staan? Want er heeft iemand iets over gezegd. Ja, er is heel veel kritiek geweest van waarom nu ook van vrouwen. Ja, maar dit is al 14 jaar lang aan de gang. En die adverteerders... en het gaat een beetje met golven. Dus ja, ik vind de waarom nu vraag... vind ik altijd een beetje lastig. Waarom nu niet? En wat ik merkte aan die column... Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar lucifer heb aangestoken. Maar dat er een enorme plas benzine bleek te liggen van... En al die vrouwen die onze opinie, want afgelopen weekend stond er dus een opiniestuk in zowel NRC als Volkskrant, is zeldzaam met zo'n samenwerking, waar heel veel vrouwen in één... Dat waren 150? Ik weet niet eens uiteindelijk hoeveel het waren. En waren heel veel vrouwen die wij uiteindelijk niet hebben gevraagd, en gewoon omdat het een haastklus was. Maar heel veel vrouwen die daarna, waar kan ik nog tekenen? Ik wil hier ook op. Bijvoorbeeld van de hele commerciële hebben we niet goed genoeg, maakt verder niet uit. Maar wat je merkt is dat als vrouwen naast elkaar gaan staan, dat ineens heel veel mensen heel boos blijken te zijn en zich durven uit te spreken. Dus het viel in hele vruchtbare grond en er kwam ontzettend veel steun. Dus we hebben nu een aantal stukken in de krant gestaan en we zien wat er gebeurt. Ik denk dat adverteerders, dat het goed is dat bedrijven gewoon naar hun normen, eigen normen en waarden kijken. Mijn stijl is het niet om naar de rechter te rennen of naar de minister te rennen en specifiek antiseksismebeleid te eisen en dat soort dingen. Ik vind dit juist heel mooi als dit door het kapitalisme, door de marktwerking gewoon wordt opgelost. Vrouwen zijn de belangrijkste consumenten. In Amerika wordt 80% van alle auto's worden gekocht door vrouwen. Die grote financiële uitgaven worden uiteindelijk de doorslag wordt gegeven door vrouwen. Nou, dan kan je kijken, hoe gaat zo'n bedrijf eigenlijk om? En als je dan de naam van Renault telkens ziet, naast geen stijl, naast Dumpert, waar de vrouwen echt vernederd worden, tot op het bot vernederd worden. Nou, dan kan je afvragen of je nog wel een Renault wil kopen. Vind ik een terechte vraag. Dus wat je aanboorde was een plas moraliteit. Ja. Gewoon in de samenleving. Ja. En dat is genoeg. Ja, ik heb mensen gevraagd, wat is jullie moraal? En dan blijkt hun moraal als ze... hun beleid en hun normen en waarden doortrekken, blijkt de beslissing regelmatig dat betekent dat ze niet meer willen adverteren op geen stijl en Dumpert. Nou, ik vind dat resultaat mooi. Ik zou het niet erg vinden als Bart Nijman iets minder verdient voor het vernederen van vrouwen. Rosanne, dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Dank jullie wel. Ik neem jullie mee. Mooi helder verhaal. Ja. Ik vond het heel leuk. Zo. Mooi van die kip met zonder kop. Als een kip zonder kop.